Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze aflevering toelatingsexamen tandarts chemie 2020 vraag 5 en 6. Vraag 5. In de onderstaande tabel worden voor 4 experimenten de beginhoeveelheden van ijzer en de beginvolume van een HCl-oplossing met een concentratie van 6 mol per liter weergegeven voor de volgende reactie. IJzer plus 2 waterstofchloride reageert tot ijzerdichloride en die waterstof. In welk experiment waarbij ijzer en de HCl-oplossing worden samengevoegd, wordt de grootste hoeveelheid die waterstof gevormd. En dan zie je hier onze tabel staan en we gaan er gewoon aan moeten beginnen cijferen. Eerste wat ik heel graag wil doen, is ik wil weg van die volumes. Ik heb hier namelijk een concentratie gegeven. Als ik een concentratie en een volume heb, dan kan ik heel eenvoudig die concentratie en die volume gaan gebruiken om mijn mol te gaan zoeken van mijn HCl-oplossing. Dat doe ik natuurlijk met die formule. Het aantal mol is de concentratie maal mijn volume. Als ik dat hier invul voor het eerst, kom ik dan op 6 mol per liter is de concentratie en ik neem er in de eerste situatie, neem ik hier daar 200 milliliter van. Als ik dat ga uittellen, kom ik op 1,2 mol. Tweede situatie, juist hetzelfde, alleen neem ik hier natuurlijk een ander volume, kom ik op 0,6 mol. In de derde situatie op 0,3 mol en die vierde situatie kom ik op 0,15 mol. En nu kunnen we aan de slag, want nu hebben wij de nodige mollen die we kunnen gebruiken als stoichiometrisch beginpunt. Ik ga mijn reactievergelijking erbij nemen en wat zie ik? Ik zie dat 1 mol ijzer reageert met 2 mol HCl. Het is niet zo moeilijk. Je hebt die reactie, die heb je hier gegeven. Dus je hoeft hier eigenlijk gewoon maar die coëfficiëntjes af te lezen. En hier staat natuurlijk een eentje. En daar staat een eentje. En hier staat ook een eentje. Dus 1 mol ijzer samen met 2 mol HCl, die gaan 1 mol die waterstof vormen. Dat wil dus zeggen, voor elke mol ijzer die gaan reageren, ga ik 2 keer zoveel mol HCl nodig hebben. En dan ga ik eens kijken waar mijn limiterende factoren zitten. In het eerste geval bij experiment 1 is mijn limiterende factor mijn ijzer. Want je ziet, ik heb veel minder ijzer dan dat ik hier mijn HCl heb. Als ik 0,05 mol ijzer laat reageren, gaat er slechts 0,1 mol HCl reageren. In mijn tweede experiment zit hier ook mijn limiterende factor, want voor elke 1 van die kan ik er 2 van die laten reageren. Ik kan dat ook omdraaien. Als ik hier 0,60 zou willen laten wegreageren, dan heb ik 0,30 van dit nodig en die heb ik niet. Dus ijzer hier mijn limiterende factor. In mijn derde experimentje kan ik hetzelfde doen. Voor elke 0,30 hier moet ik 0,15 hebben, maar ik heb meer. Dus dit is hier mijn limiterende factor. En hier mijn vierde experimentje, ja, dat is hetzelfde. Daar is mijn HCl, mijn waterstofchloride, mijn limiterende factor. Opnieuw puur hier die stoichiometrisch verband. En dan ga ik eens kijken naar hoeveel dat er dan daadwerkelijk gaat reageren, rekening houdend met die limiterende factor. En als ik weet hoeveel dat er gaat reageren, dan weet ik meteen hoeveel dat er gevormd wordt. Want voor elke mol ijzer die kan reageren met 2 mol HCl, gaat er 1 mol die waterstof vormen. Dus als ik hier mijn tabelletje eens volledig maak en ik heb hier nog een extra tabelletje aan toegevoegd, hier aangepast voor hoeveel dat er daadwerkelijk gaat reageren. Hier 0,05 mol ijzer, dat was een limiterende factor, die gaat dus maar kunnen reageren met 0,1 mol HCl en daarbij gaat dan 0,05 mol die waterstof gevormd worden. In mijn tweede situatie 0,1 mol ijzer, die kan maar reageren met 0,20 mol HCl. Ja, we hebben heel veel HCl over in dit geval, maar er gaat maar 0,1 mol die waterstof gevormd kunnen worden. Hier was HCl de limiterende factor. 0,30 kan slechts reageren met 0,15 mol ijzer, dus er gaat hier een beetje overschot zijn en ik ga 0,15 mol die waterstof hebben. En hier als laatste 0,075 mol en er gaat ook maar 0,075 mol gevormd kunnen worden. En dan is het maar af te lezen natuurlijk, hè, want hier zie je heel mooi dat in dat derde experimentje, dat er daar 0,15 mol H2 gevormd wordt. En dat maakt het enigste juiste antwoord op vraag 5, antwoord C. Vraag 6. Gegeven is de volgende reactie, waarbij je 2A plus 1B krijgt 1C plus 2D. Alle stoffen die zijn opgelost in water en we krijgen een gemiddelde reactiesnelheid. Die is als volgt gegeven. Gemiddelde reactiesnelheid is min het verschil in concentratie van A gedeeld door 2 keer de verandering van de tijd. Wat weten we? We weten dat die stof D gaat afnemen in die eerste minuut van 0 mol naar 0,05 mol.
toenemen, hè, toenemen, neemt toe, excuseer. Wat weten we voor de rest? Te gevraagd, hoeveel bedraagt de gemiddelde reactiesnelheid gedurende die eerste minuut? En dan krijg je hier een aantal uitdrukkingen, maar daar kan je op dit moment eigenlijk nog niks zeggen. Alle eenheden zijn hetzelfde, dus daar kan je al niks van uitsluiten. Dat is jammer. Eentje hier, die D, die valt een klein beetje uit de boot vanwege zijn hele hoge concentratie, of zijn hoge waarde, maar kan nog steeds. Dus we gaan gewoon aan de slag moeten gaan. Wat zie ik? Ik ga moeten werken. Ik heb hier mijn reactievergelijking en ik start hier met 2 mol van dit reageert tot 2 mol van dit. 2 mol A met 1 mol B, 1 mol C reageert tot 2 mol D. Maar aangezien dat er hier enkel gesproken wordt over D, ga ik mij vooral concentreren over die D, op die D en op die A, omdat die A in die formule zit. Met de rest heb ik eigenlijk niet zoveel te doen. Wat weet ik voor de rest? Op tijdstip 0 weet ik hier niet hoeveel dat ik van deze stof heb. Ik weet wel, op tijdstip 0 heb ik niks van mijn stof D, dus ik heb geen D. Ik weet dat er ondertussen, nou, die eerste minuut gaat er 0,050 mol van A wegreageren. En als er 0,050 mol van A wegreageert, voor elke mol die hier gaat, gaat er hier 2, voor elke 2 die hier wegreageren, gaan er hier 2 gevormd worden. Dus voor elke 0,050 die hier wegreageren, gaat er hier 0,050 gevormd worden. Moest die stoichiometrie anders zijn, dan had dit getal anders geweest natuurlijk. Dan had je die juiste verhouding moeten pakken. Maar dus ik weet nu hoeveel A er wegreageert, hoeveel D er gevormd is. En dan kan ik eens naar mijn gegeven formule gaan kijken voor die reactiesnelheid. De reactiesnelheid wordt omschreven als de verandering van de concentratie van A gedeeld door 2 keer de verandering van de tijd. Nu kan ik daarmee aan de slag gaan, want wat weet ik? Ik weet die verandering van die concentratie van A. Die verandering van concentratie van A is hier min 0,050 mol per liter. Minteken moeten we natuurlijk toevoegen, want dat wisten we eigenlijk al, alle reagentia die gaan in die reactiesnelheid een negatief teken krijgen om uiteindelijk op een positieve reactiesnelheid terecht te komen. 2 keer die verandering van de tijd, dat is 2 keer 1 minuut, dus 2 minuten. En wat ga ik krijgen als ik dit uitwerk? Als ik dit uitwerk, kom ik op 2,5 maal 10 tot de min 2e mol gedeeld door liter per minuut. En dat is antwoord B. Antwoord B als enigste juiste antwoord op vraag 6. Dat was het voor vraag 5 en 6. Iets moeilijkere vragen deze keer. Ik zie jullie graag bij de volgende les. Dag!